Deze nieuwsuitzending is ter ere van mijn verjaardag. Vroeger, toen ik klein was, bepaalde mijn moeder altijd wat we zouden eten. En als je jarig was, dat gold voor mij en mijn zus, dan mochten wij kiezen wat we zouden eten. Nou, ik ben nu jarig. Ik ben 58 jaar geworden. 58 min 12 is volgens mij 46. Dus al 46 jaar weet ik van de Bijbel. Mijn dochter zei mij heel vrolijk lachend: "Ja pap, ik ben atheïst." Ik vind het best. Bovenal is ze mijn dochter. En nog meer. In het café waar ik dan kom, of in de cafés of zo. Als ik met andere mensen praat en iedereen is vrolijk en happy. En dan valt er een bepaalde opmerking en dan voel ik een Bijbeltekst in mij omhoog komen. En de laatste tijd zeg ik dan, ik voel een Bijbeltekst in mij omhoog komen en ik zeg hem niet. Ik spreek die tekst niet uit. En dan kijken die mensen die om mij heen zitten met hopelijk ook een vodka of een lekker biertje. Die kijken mij heel blij aan. Maar nu is het mijn verjaardag. Dat is een ander verhaal. Ik ben ook een keer jarig. Zo, ik ben helemaal blij. En nu mag ik bepalen waar we het over gaan hebben. En waar we het over gaan hebben is 1 Johannes 2 vers 22. Dit is niet het evangelie, maar het is een brief die Johannes heeft geschreven. Ik lees hem eerst voor in het Engels. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Het met een O, hè? Niet de zon ontkennen, want die gaat iedere dag op. Helemaal gratis en voor niets. Wanneer heb jij voor het laatst belasting betaald voor het opgaan van de zon? Nou, helemaal nooit. Maar deze zoon is wel gekomen. En deze uitzending, daarvan hoop ik dat mijn kind, die ook luistert, ze is bijna 18. Ja, ik las mijn Bijbel op mijn 12e en ik heb graag dat mijn kinderen, ja, die tweede is dan gechopt. En verkocht met de stamcellen aan een of andere rijke Chinees die een nieuw hart nodig had of zo. Ik weet niet hoe het toe gaat in China. Ik vind Chinees eten lekker, maar ik vind het niet leuk dat ze onze abortus overblijfselen opkopen. Diep gevroren in van die perspex dozen. En daar zat mijn zoon dus in. Maar toen leefde hij niet meer hoor. Hij was echt helemaal doodgesneden. Maar dat was mijn tweede kind. Liep niet zo goed af. Die van mij, de eerste dus, die leeft nog. En die is dus atheïst. Hoppakee. Heel veel mensen zijn atheïst. Heel veel mensen geloven niet dat Christus Jezus, hier wordt hij genoemd Jezus, Jezusmen, dat die de Zoon van God is. Heel veel mensen geloven niet dat Christus Jezus ons voorbeeld was. Nog eventjes? De Christus, dat is de gezalfde. Dat betekent Christus, of Christus, de gezalfde.
Het was een mens. Die is niet zoals Elvis Presley. Heel dik doodgegaan aan een overdosis. Sorry, waarom ben ik? Aan een overdosis cocaïne. Want dat kan iedereen. Zo moeilijk is dat niet. Of heroïne. Ik weet niet wat Elvis Presley deed in die tijd dat hij echt te obese was om nog met zijn heupen te kunnen zwaaien. Hij heette toch Elvis de Pelvis. En pelvis, dat is dat tussen de romp en de benen. Christus Jezus, die is hartstikke mager, anders dan Elvis Presley, de deur uitgegaan. En hij heeft ook nog gezegd, lieverds, niet treuren over mijn dood. Want als ik niet dood ga, dan kan ik niks doen. Ik heb genoeg gezien hier. Ik ga weg, dood, weg. Ik ga een tukje doen, een slaapje maken. En dan ben ik in staat om jullie de Heilige Geest te sturen. Als ik zou blijven leven, zoals Elvis Presley. Dat wordt helemaal niks, man. Dan denken jullie dat ik ook zo'n... zo'n zanger ben. Christus Jezus, die is echt gestorven. Het was een mens anders dan Boeddha. Want Boeddha is overleden aan voedselvergiftiging. Ja, dat kan ook iedereen oplopen. En Confucius is gewoon doodgegaan. Van Lao Tse weten we ook niet heel veel, maar die is niet aan, die heeft zichzelf niet opgeofferd. En Lao Tse die zat Confucius uit te lachen en zei tegen Confucius: waar maak je je druk over? Christus Jezus is anders. En waarom ik dit op mijn verjaardag wil bespreken, is omdat het hier gaat om het woord antichrist. Wie is de antichrist? In 1 Johannes hoofdstuk 2. Vers 22 staat: wie anders is een leugenaar dan hij die ontkent dat Christus Jezus de Christ is? Ja, dat komt een beetje slecht uit. Oké. Iemand die ontkent dat Christus Jezus de Zoon van God is, is een antichrist. Die ontkent de Vader en de Zoon. Met een Z. Z-O-O-N. Deze uitzending is ook bedoeld voor buitenlandse mensen die niet zo goed zijn in het Nederlands. Want waar gaat het om? En dat zal ik mijn dochter... misschien wil ze, omdat dit mijn verjaardagsuitzending is, toch een keertje luisteren naar mijn verhaal. Van, och, arme papa, ik ga medelijden hebben met hem. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik kan alleen maar medelijden hebben met mijn kind als ze niet begrijpt wat hier staat. Je moet een beetje tussen de regels doorlezen. Ja? Ik zal het uitleggen. Waar Christus Jezus, al was het een mythe, al was het alleen maar een mythe, die in die tijd niet op YouTube is opgenomen, omdat er toen nog geen YouTube was. Dus moet het wel een mythe zijn. Want je gelooft alleen maar iets wat op YouTube staat en dan duchtig gefotoshopt. Hè? Jullie stelletje infidels. Je moet vertrouwen hebben. 2000 jaar geleden, pak hem beet, ongeveer, was er een mens en die heeft zichzelf opgeofferd toen hij 33 was.
Zo staat in de schrift. En mensen in zijn omgeving waren stom verbaasd. Tot tranen aan toe. Er wordt gezegd dat ze van andere personen, andere individuen, ook heel erg verbaasd waren. Maar zo verbaasd als dat de mensen waren over Christus Jezus, dat is een factor 10 meer hoor. 10 keer zoveel. Dat was ook de, dat hier dus ook staat, de antichristen, ze wisten het toen al. Ze wisten al dat men zou gaan zeggen dat Christus Jezus niks voorstelde. Dat wisten ze al. En er zijn mensen in mijn omgeving en die zeggen ook, die hebben een hele mooie logica, dus geen logica, gewoon een domme logica. En die mensen zeggen, in boeken staan leugens, dus in alle boeken staan leugens. Nog een keer. In boeken staan leugens, dus in alle boeken. Dus er zijn boeken met leugens, dus lees je een boek, dan is dat een leugen. Ik ken ze hoor. Kan ze wel voor de bek rammen. Stelletje idioten. Het is mijn verjaardag, hè? It is my party and I cry if I want to. You get my drift? Of praat je alleen maar Frans? Heerlijk. Echt een mooie verjaardagsuitzending. Ik hoef me niet druk te maken over jullie. Of je dit begrijpt. Al kijk je hier helemaal niet naar. Dat is ook zoiets uit de Bijbel. Hè? Heeft God medelijden met mensen? Het antwoord is ja. Heeft hij medelijden met jou? Het antwoord is nee. Als jij de boel fokt op. Als jij antichrist wil zijn. Jongen. In Genesis 1, daar, ik moet het met Jurk Liesman binnenkort doornemen waar het nou precies staat. In de Bijbel staat dat de Heere Heere, oftewel God, of als je New Age, modern alleen maar kan verstaan, the field op zijn Engels, het veld. Of als je meer Arthur Schopenhauer bent, der wielen. Oh, als je denkt, de Arthur Schopenhauer, dat is 1840, dat is zulke moderne lulkoek, ja, dan neem je Immanuel Kant. En de Nantes, die noemt, sorry mama Duits, ik kan trouwens toch geen Duits, die noemt dat DAS. Dat is de vader. Ja, wat hier staat. Dat is de vader van Christus Jezus. En Christus Jezus heeft tegen ons gezegd. Niet toen ik erbij was natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Maar het is doorgeschreven. Het is gekopieerd. Het is gepapegaaid. En een papegaai die praat je altijd na. Snap je? Dit is de koning Jacobus Bijbel uit 1611. Heb respect voor je geschiedenis. Of heb je last van Korsakoff of zo? Nee, mijn korte termijn geheugen. Dat doet er niet zo toe. Dat is maar beperkt. Ik weet nog wat er vorige week gebeurd is. Want er stond iets in de krant. Dat had een titel. Oh ja, joh. Wat dacht je hiervan? Dacht je dat je gratis kon leven? Op kosten van de vader? Nee. Echt niet.
En de antichrist, daar ben ik mee omringd. Ik ben omringd met antichristenen. Die alleen bij het woord Christus Jezus gaan ze al zitten grinniken. En denken dat ze morgenavond wel seks kunnen gaan hebben met een mooie vrouw. En niet hoeven te luisteren naar het gezeur van mij. Ja, je kan ook vrijwillig doodgaan. Mijn vader zal daar niet om maaien. Die geeft daar niet om. Als jij niet wil geloven dat hij zijn zoon gestuurd heeft. En dat het leven en het werk, of de leven en de wandel, moet je misschien zeggen. Want Christus Jezus heeft niet echt gewerkt in mijn ogen. Ik weet niet, was hij bouwvakker of zo? Hij leefde net als Boeddha van giften, denk ik. Niet dat hij vergiftigd is, maar van giften, van geschenken. Boeddha kreeg ook een handje rijst. En Christus Jezus heeft echt vet dik laten zien waar het om gaat. En als je daar niet aan meedoet, dan ben je gewoon anti-Christus Jezus. Als je anti-Christus Jezus bent, krijg je, als je me tegenkomt, een keertje ruzie met mij. En dat stelt niks voor. Want ik vecht niet meer. Ik sla je niet. Ik denk alleen maar OMGVD. O, mijn geheime veiligheidsdienst. Ik denk alleen maar op zo'n moment dat je tegen mij gaat zeggen dat je antichrist bent, omdat je nou niet gelooft dat Christus Jezus de enig geboren zoon is van de Vader. Tot nu toe. Want hij komt terug. Als jij gewoon lekker wil meewerken, dan ga je gewoon lekker fornicaten, man. Wat dacht je van sodomie. Dat is altijd geinig. Kom je echt klaar mee, hoor. En dan voel je je ongelooflijk lekker voor 13 seconden. Of ben jij zo'n lange klaarkomer? Dat je 30 seconden kan halen. Dat weet ik niet. Ik wil maar zeggen, je probeert dan een beetje gratis de dames te wipperen. Of de heren, maakt me ook helemaal geen donder uit. Maar je ontkent dat hij de Christus is. Hij was de gezalfde. Het levensverhaal van Christus Jezus is het enige verhaal in 2000 jaar wat makkelijk te begrijpen is. Ook voor kinderen vanaf, ja, ligt er een beetje aan. Heb je je kinderen ook in de want dat doen tegenwoordig ouders om een of andere reden heel erg graag. Heeft dat te maken met de antichrist? Ja, dan moet je weten wie de antichrist is. Want er is een antichristelijke organisatie. Die is totaal tegen Christus Jezus. En ik probeer te begrijpen hoe ik daarmee om moet gaan. Hoe moet ik mensen in mijn omgeving, al die antichristenen, overtuigen van het feit dat er een moraal te doen is. Met regels. En iedereen die zich daar niet aan houdt, die moet gewoon gemeden worden. En met mede bedoel ik niet honingwijn, want dat is ook mede, maar echt shunnen, to shun. Dat zijn zondaars. En de antichrist is het verhaal dat geen enkel mens goed kan zijn. Iedereen mag gewoon van alles doen.
Je mag seks hebben met je eigen. Je mag seks hebben met je eigen kinderen. Je mag seks hebben met de kinderen van de buren. Je mag seks hebben met de overbuurvrouw. Je mag seks hebben met de overbuurman. Het maakt niet uit. Er is geen moraal volgens de antichrist. Het is niet zo geweest dat 2000 jaar geleden onze vader zijn zoon heeft gestuurd en dat zijn zoon al wist, oei, 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 oei. Wat een puinhoop is het hier. Nou, de puinhoop is niet weg en de sodomie is gebleven. Het is jammer. Als ik geweten had hoe ernstig het was, had ik misschien wel geen kind gehad. Niet dat ik hunker naar celibaat. Sorry. Maar had ik geen kind gehad. En toen ik mijn kind kreeg. Toen ik dacht, in ieder geval voor die tijd, ik dacht altijd, het komt wel goed. Nou, het komt helemaal niet goed op deze manier. En op mijn verjaardag mag ik erover zeuren. It is my party and I cry if I want to. Mijn verjaardag. Het is echt heel moeilijk om mensen te overtuigen dat moraliteit, wat bijvoorbeeld inhoudt, ik pak er maar even eentje bij van mijn favoriete schrijver, nee, Christus Jezus heeft nooit iets opgeschreven. Die had Jebala en een paar sandalen en meer niet. En hij liep een beetje in de rondte te wandelen, net zolang dat ze hem vastgespijkerd hebben. En dat hebben ze gedaan. Zo staat in de schrift. En het duurde drie dagen. En toen stond hij weer op. En een van zijn volgelingen zag hem lopen. En daarna weer iemand. En toen vond hij het genoeg geweest en ging hij weg. Ja, je Bijbel is niet zo makkelijk te lezen als de story of de privé in de tijd dat ik 20 was. Tegenwoordig heet dat ouders van nu. Bestaan die blaadjes eigenlijk nog wel? Of al die bullcrap die je ziet bij Alex Jones? Die bullcrap van Alex Jones is makkelijk te begrijpen. Maar wie begrijpt 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 3? Hier staat in het Engels. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. En elke geest die biecht, die zegt dat Jezus Christus niet is gekomen in het vlees, in het lichaam, die is niet van God. En dat is de geest, and this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is it in the world. Iemand die dit ontkent, hè? Dat er mensen waren in die tijd, want wanneer is 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 3 geschreven? 1993? Ik dacht even niet, mijn kinderen. En noem mij niet jullie vader.
En jullie zijn wel kinderen, want ik moet jullie gewoon lesgeven in de Bijbel. Dat je weet waar het vandaan komt. Het is toch mijn verjaardag. Het mooie gedicht van Wim T. Schippers. Ik ga hem er nu niet bij pakken. Ik spel het gewoon nog een keer. Wim T. Schippers. En met zijn fameuze gedicht. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Nou, in het geel zie je het hier. En dat was toen al. En nu nog steeds. Er zijn een handvol mensen in mijn omgeving die beseffen dat dat wat Christus Jezus voor ons heeft gedaan, namelijk door zichzelf te laten spijkeren en heen te gaan. Een handvol mensen snappen dat. Een handvol mensen snappen wat hier staat. Hier staat dus dat de antichrist alreeds gekomen was. Toen al. Heerlijk. Even kijken hoor, of de volgende nog kan snappen. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Het is echt zo hoor. Op zijn Engels gezegd, als je vreemd gaat, dat heet to fornicate. Als jij je gezin kapot maakt, als vrouw of als man, dat maakt geen donder uit. Maar je bent een antichrist. Want Christus Jezus in Matthäus, nog in Lucas, nog in Marcus, nog in Johannes, staat dat Christus Jezus als de eerste beste gomo, zoals mijn Bosnisch, Joegoslavisch, Italiaanse vriendin zegt, een gomo aan het wipperen was. De paus heeft daar geen moeite mee. En iedereen, ik heb zo'n vriend, dat is de antichrist. Dat is de katholieke kerk. Sorry voor mijn her. De antichrist is de katholieke kerk. En in de Bijbel staat, die komt eraan. Want in die tijd dat die Bijbelse geschriften verzameld werden, was er al die Romeinse toestand. Met 5% belasting. Voor een veiligheid die helemaal niet kwam. Want er kwam Alaric, die kwam uit het oosten. En iedere stad die hij zag, zei hij tegen zijn maten: kom op, kapot maken, vrouwen neuken, koeien slachten, geiten meenemen en de volgende stad pakken. Ja, toen kwamen ze terug, hè. Dat Romeinse imperium, dat viel gewoon kapot. En toen hebben ze ons teruggepakt door een nieuw geloof te beginnen met alles van Christus erin. De eerste beste paus, want er zijn er momenteel 3 of zo, hè? Of 4. Die ik tegenkom, hij moet maar eens een uurtje met mij durven lullen. Dat wil ik voor mijn volgende verjaardag. Ik wil een gesprek met de paus. Durft hij? Hoe durft hij tegen Christus Jezus in te gaan?
Hoe durft de paus in dure kleren met een stomme visserkop hoed toespraken te houden en een jongeling te laten zingen over Lucifer? Dat heet idolaterie. Het is mijn verjaardag, dus ik mag zeggen wat ik wil. En wat ik ook ongelooflijk irritant vind, zijn mensen als Mark Rutter. Hoe heet hij nou? Iets als Johnny Rotten, zullen we zeggen. En hij is verrot! Mark Rutte is op bezoek geweest bij de paus. Bij de antichrist. Hij buigt. Hij zegt, oh, heilige vader. Wat vindt u van mijn e-hole? Of hij kust zijn tenen. En op mijn accijnskosten. Terwijl ik gewoon graag alcohol drink. Ik zou het zelf kunnen gaan stoken, dingen ze. Maar dat mag dan niet voor de antichrist. Want de antichrist die wil iedere keer, als ik een jenever drink, dan wil de antichrist daar tegenwoordig. Even rekenen hoor, want ik weet wel wat van. Maar ik denk dat als ik €2,50 betaal voor een glas rode wijn, dat de antichrist daar 80% van krijgt. Ja. In het algemeen. En dan gaat natuurlijk de pauze, die heet tegenwoordig, weet je ook alweer, Argentijnenmoordenaar heet hij, hè? Nou, er zijn ook mensen in mijn omgeving die zeggen, wat maakt het uit? Hij is de paus en heeft hier een aantal Argentijnen laten vermoorden. Wat maakt het uit? We hebben Maxima daarvoor teruggekregen. Absolute idioterie. En waar moeten wij dan naartoe? Nou, heel eenvoudig. Terug naar Christus Jezus. Christus Jezus heeft gezegd, wees een voorbijganger. De antichrist die zegt, wees een consument. Dat is het eerste wat ze altijd doen. Hè? Oh, nou, wil je wat eten? Wil je een dakje? Wil je een bedje? Consumeer maar. En dan produceren. Dat is de antichrist. En je moet helemaal niet consumeren en produceren. Je moet dankbaar zijn voor je bestaan. En daar wat mee doen. En jij moet gaan zijn zoals Christus Jezus. Want hij komt terug. En misschien ben jij dat wel. Moet je het wel doen. Klojo. Of mag ik je vandaag homo noemen? In de goede zin. Van het woord natuurlijk. Ik wil geen ruzie met sodomieten. Het is droevig, vind ik het hoor. Het is echt ontzettend zielig dat ik al, ik ben nou dus 58 geworden en ik las mijn eerste Bijbelpagina's. Ik kreeg een Bijbel. Nee, mijn moeder kreeg een Bijbel. En die gaf ze aan mij. Ze had zelf een eigen Bijbel. En ik kreeg haar Bijbel. Dus ook een Bijbel, zo moet ik dan zeggen. Door haar kreeg ik een Bijbel. Toen was ik 12. Ik sloeg stijl achterover. En jullie doen er helemaal niet aan. Jullie kijken liever naar weet ik van wat. Ik ga geen namen noemen, want anders ga je denken, ik stop deze surderige uitzending vanwege de verjaardag van Perry Winkel. En ik ga lekker naar kijken waarvan hij zei, dat is niks. Ah, dus ik zeg niks. You get. Snap je, was dat? We hebben het net even Engels. Er is een antichrist onder ons. En al ben je zelf geen christen, weet dan in ieder geval van de antichrist. En hoe die werkt.
Al doen jullie dat niet, dan heb ik nog een hele mooie afsluiting. Al doe je dat niet. Al gaat daarmee deze hele wereld naar de takkenzooi. En dat is niet positief. De Heere Heere, de Vader van Christus Jezus, dus ook mijn Vader. Want ik ben net zoals Christus Jezus overtuigd. Dus mijn overtuiging stemt daarmee overeen. Regel 1. Blijf met je tengels van andere mensen af. Ook al zijn het kleine kinderen of vrouwen. En wacht eventjes hoor. Maar dat klinkt eigenlijk leuker als je hem andersom zegt. Blijf met je tengels van andere mensen af. Ook al zijn het vrouwen of kleine kinderen. Dat zei Christus Jezus. En ik wil voor mijn verjaardag dat jullie allemaal de Bijbel gaan lezen. En dat je voortaan met je tengels van kinderen afblijft. En van vrouwen natuurlijk. Gewoon niet doen. Gewoon don't go that way. Onthecht je. Zal ik Boeddha erbij pakken? Het is toch mijn verjaardag. En dat doe ik lekker niet. Dus je mag van mij best zeggen. Dus Jesus is the Christ. Ik zal even. Jesus is the Christ. Dan moet je even gaan kijken hoe Boeddha zijn levenswandel was. Dus als je anti-Christ bent, ben je ook anti-Boeddha. Want Boeddha blijft ook met zijn tengels van andere mensen af. Heb je ooit gehoord dat in de Dhammapada. Zeg ik dat? Ja, de Dhammapada. Dat Boeddha bommen gooide op Syrië. En wij zitten een beetje een tosti te eten, terwijl er bommen gegooid worden op Syrië. Want dan kunnen we morgen in de krant lekker lezen over de nieuwe doden. En hopen maar dat er meisjes van 13 tussen zitten. Want dan kunnen wij extra betreurd zijn en klagen op ons werk. Van nou, ze hebben weer meisjes van 13 gebombardeerd tijdens een bruiloft. Ja, en je doet er helemaal geen fok tegen. Je accepteert het gewoon. En je leest je effing Bijbel niet. Of had ik fucking moeten zeggen. En dan niet de New International Version. Want die is van de antichrist. Snap je de trick? Die antichrist heeft de Bijbel in het Latijn gezet. En Latijn is een K-taal. En een paar frasen veranderd. Dat is de NIV op zijn Engels. De New International Version. Maar de Koning Jacobus Bijbel, waar je nu naar kijkt, dat is wat er ongeveer stond in het Grieks en Armeens en Hebreeuws uit de jaren na het begin van onze jaartelling. We zitten nu op 2017. Maar 2017 rondjes rondom de zon of rondjes van de zon om de aarde. Daar kan ik ook nog een hele mooie uitzending over houden. Want dat maakt geen donder uit. 2017. 2017. Jaar geleden. Toen kwam dat. Tot groot ongenoegen van de antichrist. De antichrist die alleen maar denkt in materialiteit. Zoals Angela Merkel. Angela Merkel is een bediende van de antichrist. Angela Merkel maakt het geen drol uit dat heel Duitsland overspoeld wordt met, moet je dat vluchtelingen noemen? Wat ze gewoon gedaan hebben, ze gooien bommen op Irak en iedereen denkt, kom op, ik ga weg. Ja, en dan komt het allemaal hier.
En Angela Merkel heeft zoiets van, nou, als jullie hier niet tegen kunnen, dan stuur ik er nog meer. Was Christus Jezus zo? Ik dacht het even niet. Ik laat even een pauze vallen. Kan je er even over nadenken? Dat is de antichrist. En je kan allemaal zeggen van, oh Christus, die kan mijn spleten, lalalala. Geen vieze woorden gebruiken, want dan kunnen kinderen luisteren van 8 jaar en ouder. Het punt is, ze doen het. Angela Merkel maakt Duitsland kapot. En ze proberen de hele tijd al om Duitsland kapot te maken. En het is nog steeds niet gelukt. Mijn Leuvense vriend, die in Hamburg, dus een Duitse stad, geboren is. Die zei, daar is een rivier. En die naam die zal ik nu niet zeggen, want misschien zeg ik hem fout. Maar er is een rivier. Je kan naar maps.google gaan. Ten zuiden van die rivier, daar zit de antichrist. Maar ze komen steeds meer omhoog. En dan terug naar Christus. Waar gaat het dan over? Wie of wat was Christus Jezus? Het antwoord is, hij was de Zoon van God. Hij was dus een schepper. Want God wil, Heere, Heere, wil dat wij net zo zijn zoals Hij. En dat betekent niet bommen gooien op Irak. Dat betekent ook niet een patatje met pindasaus eten, terwijl er bommen gegooid worden op Irak en tegen jouw vrouw zeggen, hey schat, ik ga eerst nog even Formule 1 races kijken en daarna gaan we liggen. Liggen. Niet liegen, maar liggen. Maar je, ja, op die manier lieg je ook. Je ligt niet alleen, maar je liegt ook. En doe me nog een bier. Je gaat er aan, jongen. Het, voor mijn verjaardag vind ik het heel mooi dat ik jullie nu, nou, niet voor de laatste keer, want ik ga hier nog vaker over zeuren natuurlijk. Want ik ben op mijn 12e begonnen met het lezen van de Bijbel. Het was het eerste boek dat mijn sokken ervan afrokten. Dat is geen Nederlands overigens, of voor de buitenlanders die meeluisterden. Dit was een mengeling van Engels en Nederlands. Zo gaan die dingen. Ik, net als God geef ik niet om jullie persoonlijk. Wat maakt mij het uit dat jij je leven helemaal verkut? Wat maakt mij het uit dat je in de madenboerderij lag voordat je echt niks meer voelde van je lichaam? Ja, dan ben je gewoon dood bij het leven. Het maakt de Heere Heere geen donder uit. En mij dus ook niet. Wil je leven? Of vind je het genoeg dat je dood bent terwijl je nog kan ontlasten? In de zin van naar het toilet gaan. En in die zin van, voordat je naar het toilet gaat, nog wat proteïne, koolhydraten, vitamine C, waar ben je tegenwoordig aan verslaafd, in je mond stopt, want anders heb je niets te ontlasten. Ben je dan al dood? Niet de bedoeling van de Heer, hè? De grote klooi over. De vader.
En Christus Jezus wil dat ook niet. Wilde dat ook niet, moet ik zeggen. En hij komt terug. Hij wordt rocken, jongen. We krijgen eerst Armageddon. En dan gaan we, die ezels. Hij heeft zo'n beweging in Syrië, die heette de ezels. Dombo's. Ezel. Die hebben we weg voordat jij Mississippi kan spellen. En dan naar het Vaticaan. Al die boeken doorbladeren. Die punkzooi allemaal op de brandstapel. Boeken voelen geen pijn namelijk. En stoppen met het hele regime. Er is helemaal geen nieuwe wereldorde. Er is een oude wereldorde. Het is hetzelfde gezeur als dat we gehad hebben in de tijd dat de mensen dus op wisten te schrijven van dit. Dit is echt 2000 jaar geleden. Ja, ongeveer. Afgerond. Afgerond op duizenden, 2000 jaar geschreven. Door mensen. Overgepakt door de katholieke kuddekerk, oftewel de KKK. Waar ik niks mee te maken wil hebben. Vies peuken. Bah. Ik heb voor twee dagen terug, heb ik In the Name of the Rose gekeken. Dat is een boek van Umberto Eco. Het thema van die film is dat de kerk dient rijk te zijn. Want anders heeft de kerk geen macht om de infidels, de ongelovigen, te bestrijden. Dus de kerk moet wel heel erg rijk zijn. Maar dat was Christus Jezus niet. Je gaat mij niet vertellen dat hij rijk was. Hij was net zoals Boeddha, maar dan moderner. En Boeddha is naar mijn idee net zo geliefd als door de Heren. Dat de Heren dacht van, oké. En toen kwam Christus Jezus. En toen werden die Babyloniërs, dat is de antichrist, Babylon, pak je Bijbel erbij. Even kijken, misschien wel leuk. En dan ga ik afsluiten, want mijn bier is op. En het is mijn verjaardag. En ik mag lekker doen wat ik wil. Babylon. Okay. Wat krijgen we dan? Is dat dus, jij hebt gezoekt op Babylon in de Koning Jacobus versie van de Bijbel. Fok. 265 voorkomens. Snap je hem nou? Ik kan bijna gaan schreeuwen, man. Even kijken, de eerste boek is Joshua, dat is het Oude Testament. Dan krijg je koningen. Assyrië. Kijk, de Bijbel is niet een of andere van Peter R. de Vries geschreven volgorde van letters, woorden en zinnen. Dit is geschiedschrijving. Ga lekker. 2 Koningen, hoofdstuk 17. Weer Babylon. Oh man. 2 Koningen 20. 2 Koningen 20 vers 14. Oh, dat wordt echt heel veel. En Babylon, dat is momenteel supermachtig. En dat komt door onze lulligheid.
Dat komt omdat wij ons niet moreel gedragen. Dat komt omdat wij niet geloven dat Christus Jezus de enig geboren zoon van God was tot nu toe. En ik snap ook wel dat het moeilijk is om al die dames in bedwang te houden. Ik kan er zelf ook helemaal niks van. Maar dan nog, dan ga je maar celibatair of zo. Of je hebt seks met je kleren aan. Zonder uitwisseling van lichaamsvloeistoffen. Kan ook helpen. Het is allemaal twee koningen. Oké. Dan krijg je het boek Daniel. Die moet ik hebben. Want Daniel is ook in Babylon geweest. Dat weten jullie toch wel. Kronieken, zijn dit dan? 9-1. It's my party and I cry if I want to. Cry if I want to. Cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Do 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 do. Ja, het is allemaal moeilijk. Dat begrijp ik ook wel. 256 voorkomingen, zeg. Babylon is all over the place. En daar doe je niet aan mee. Of je doet het wel. Maar je kan er niet aan meedoen. Je kan ook niet zeggen van, die Babyloniërs, ach, wat stelt dat voor? Een beetje homo's, homoseksuele huwelijken, allemaal kinderen weghalen bij de ouders en die brengen we onderbij. Hoe heet die man ook alweer? Hebben ze negertjes, hebben ze twee negertjes? Uit Afrika natuurlijk, hè? Echt van die donkere negertjes. Die hebben ze dan gestuurd naar Paul de Leeuw. En daar moet ik blij van worden. En zo'n Paul de Leeuw van Babylon, die is van Babylon, van de tv, want ik kom niet op de tv, dat snap je ook toch wel, hè? Ezra, dat ken ik allemaal niet. Ik ben op zoek naar Daniel. Man, wat een hoop voorkomen van Babylon. Voorkomens van Babylon. Psalmen, zitten we daar pas? Er is er voor het boek van Job. Oké, Jesaja. Hai. Oh man. Gelukkig is het mijn verjaardag. Ik kan er nog een aparte uitzending aan wijden. Maar dan wel samen met Jurk Liesman. Want hij weet echt veel. En kan beter Engels dan ik. Vind ik. Jesaja. Okay. Nou oké, ik ga stoppen. Ik kan Daniel niet vinden. In het boek Openbaring. Jeremia, man. Kreun. Even kijken of heb ik allemaal. Nog steeds geen Daniel. Dit is allemaal Oude Testament van de Bijbel. Dit is allemaal geschreven voordat Christus Jezus kwam. Ik ga gewoon een eindje verder scheppen. Bij het boek Openbaring, Revelation. Oh, Daniel, hier kijk. Hoppakee. We have a winner in the house. It's his birthday. A winner in the house. Babylon, dat betekent bestuurd worden door baby's. Zoals we nu hebben met Mark. Mark, even denken hoor. Je had Johnny Rotten. En je had Mark Rotten. Nee, dat is niet goed. Mark, hoe heet hij nou? Je snapt de grap, hè? We zitten tot onze kinnen
in de stront. En op mijn verjaardag mag ik daarbij stilstaan. Want het is mijn verjaardag. En niet die van jou. Ja, tenzij je natuurlijk vandaag ook jarig bent. Dan vind ik het ook goed. Lees je geschiedenisboeken. En hou je kinderen weg van school. Gewoon, je moet altijd... Ja, nou draaf ik een beetje door. Maar stel je hebt een kind, hè? Dat kan toch, hè, dat je een kind hebt. Ik zou ook echt vinden dat je een kind moet hebben. Want als er geen kinderen meer geboren worden, dan gaat er ook straks niemand meer dood. Even over nadenken. Als er geen kinderen geboren worden, dan gaat er straks niemand meer dood. Leer dit je kinderen. Wees verstandig en wees eerbiedig voor het leven dat jou geschonken is door de Heere Heren. Ik ben vandaag 58 geworden. Ik zou Elvis Presley... Hoe oud is Elvis Presley eigenlijk geworden? Maar een stuk ouder dan Christus Jezus. Ik weet ervan. En jullie nu ook. Want ik heb het jullie net verteld. En het is heel veel werk om dit... Over Nebuchadnezzar. Die heeft echt bestaan, hè. Nebuchadnezzar. Zo spreek je het uit. Die was van Babylon. Ai, 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 ai. Het is echt... Het liefste wil iedereen gewoon leven in een Miley Cyrus wereld. Denk ik wel eens. Van, mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Oh, zo'n Bijbel, waar kan je die kopen dan? Ik heb hem nog niet gekocht. En ik heb hem ook nooit gezocht, want geschiedenis, dat vind ik niks. Ik ben een dombo van niks. Nou, ga dood. Je gaat toch dood. Ik ga ook dood. Dat is het probleem. Het probleem is dat als ik straks dood ben, dat ik niet meer tegen jullie kan zeuren over de Bijbel. En dan moet je dus aan je vrienden vragen. In die tijd heeft YouTube alle accounts van mij gedingest. En ja, niemand kan het meer horen. Mag ik maar hopen dat ze een beetje bang zijn van mij. Ja, oké. Dus tegen die tijd. Doe even een download en dan kan je het aan je kind laten horen. Er is zoiets als bestuurd worden door baby's. Door no-no's. Die paus van 18... Dat was... Paus Pius de IX. Die heeft bepaald... Per bul heet dat. Op zijn Engels is dat bull. Dat is de hoogste wet binnen die katholieke... hiërarchie. Dat hij onfeil, dat hij dus ook, maar alle andere pausen ook, geen fouten kunnen maken. Dat ze onfeilbaar zijn. Even over nadenken. Is dat Babylon? Ik denk het wel. Even kijken of we het boek Openbaring kunnen vinden. Oh, Zachariah. Oh. Dat wist ik niet. En dan krijgen we het Nieuwe Testament. Dit is Matthäus. Hoofdstuk 1, vers 11. Oké, dan gaan we lekker kijken. Dit is dan Acts, dus Handelingen.
En dan krijg je 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 13. Dat is een brief van Petrus. Revelation. Dit is hem. Ja. En dus Revelation, dus openbaring, hoofdstuk 14, vers 8. Op zijn Engels. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ik wilde het niet eens op het Nederlands vertalen. Je moet het maar. Wrath is een noodlot, denk ik. Toren. Ja, oké, ik kan hem wel vertalen op zijn Nederlands. En toen kwam er een andere engel die zei: Babylon is gevallen. Is gevallen. Die grote stad. Want zij, die stad dus, niet die angel, maar de stad. Want die stad heeft ervoor gezorgd dat alle naties, niet naties van nationaal socialisme, maar alle naties, zouden drinken van de wijn, van de toren, de gramschap, van de toren, van haar overspel. Daar ben je er toch achter. En van mijn kind heb ik het idee dat zij zich gedraagt. Van de moeder van mijn kind, ik ben daarmee getrouwd geweest, die gelooft dit niet. Die denkt dat fornication geen toren oplevert. Terwijl dat wel zo was. En zij heeft daar de wijn van gedronken. In de zin van een alimentatie en de helft van mijn vermogen. En zij lekker fornicator. Ja, daar gaan we maar lekker mee door, mensen. Het allerergste idee wat ik mij kan voorstellen is dat de Heere, de Vader van Christus Jezus, die heeft zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. En wij gingen daar zelfs na 2000 jaar niet mee om dat de Heere zo dadelijk de zon uitzet en denkt van laat maar zitten. Do not cry for me. Argentina. Nou, de volgende die ga ik nog een andere keer bespreken. Ja. Ik vond dit genoeg voor mijn verjaardag. Dit is mijn verjaardagsuitzending. Ik ben erg blij dat ik het gered heb om 58 te worden zonder een kunstgebit. Ik heb wel 1 implantaat en voor de rest gaat het bij mij prima. Ik heb vandaag nog gewonnen met schaken. Ik wens jullie ook zo'n mooi leven toe. En wandel in het licht van Christus Jezus. Want anders, wat ga je doen? Ga je Babylon aanvallen? ISIS of Ezel bestrijden? Wil je dat doen? Dat is goed. Lijkt me een goed idee. Als je maar vecht en niet een beetje uit je nek loopt te lullen, zoals ik op mijn verjaardag. Hey, dag lievers. Echt geweldig dat jullie hierna hebben uitgeluisterd. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dus ook, dag lievers.